Ondanks de massale steun van het publiek en een goede wedstrijd zijn de vrouwen van Rood-Wit er niet in geslaagd een plek in de Rabo-hoofdklasse te veroveren. Klein Zwitserland had in de derde en beslissende wedstrijd tussen de beide ploegen genoeg aan twee rake strafcorners om de buit binnen te slepen. En dus was er champagne voor de Hagenaars en vloeiden er tranen bij de ploeg uit Aardenhout. Napraten doen we met de beide aanvoerders. Annemarie Keizer van Rood-Wit en Eveline de Haan van het opgeluchte Klein Zwitserland. Enorm grote opluchting, ja. Het is, ja, weet je, het is, je weet, wij zijn op zich natuurlijk de betere ploeg, maar er staat zoveel spanning natuurlijk op deze play-outs wedstrijden. En ja, het is een hele grote opluchting. Ik heb echt het gevoel dat we de hele wedstrijd onder controle hebben gehad en ja, dan gaat hij er niet in. Heel erg jammer. Niet vervelend bedoeld, maar de sfeer is nog wel gewoon goed. Ja, nee. Inderdaad, ik denk dat we heel erg trots op onszelf mogen zijn. Dat we zo'n wedstrijd hebben neergezet. En we hebben een geweldig seizoen gehad. Nou ja, de sfeer hier op deze club is sowieso echt geweldig. Er zijn zoveel mensen gekomen. Dus ik denk dat we alleen maar trots op onszelf kunnen zijn dat we zo'n prestatie hebben neergezet. De laatste paar minuten. Ik zag je een beetje ook om je heen kijken. Je weet dat het er binnen is eigenlijk. Wat voor gevoel gaat er dan door je heen? Het is natuurlijk ook eigenlijk wel heel treurig dat je hier staat, maar ook wel heel lekker dat het toch wel gelukt is. Ja, het is op zich treurig, maar aan de andere kant, als je kijkt waar we vandaan komen, dan zijn wij natuurlijk enorm blij dat we die play-outs hebben kunnen spelen. Dus daar ben ik ontzettend trots op dit jonge team. Maar ja, die laatste paar minuten, dan weet je, dan zit ik aan de ene kant ook, moet gefocust blijven, want let op, want er komen nog een paar gevaarlijke breaks. Maar uiteindelijk dan kijk je naar de mensen die allemaal gekomen zijn voor ons om ons te steunen vanuit KZ en familie, vrienden. Dat is gewoon super tof. Dan ben je echt even aan het genieten gewoon. En het was niet alleen voor de winnaars uit Den Haag genieten. Ook bij Rood-Wit was er voldoende waardering voor de sfeer. Ja, we kregen allemaal kippenvel toen we het veld opkwamen. Het was ja, geweldig. Echt geweldig als je in zo'n sfeer hier mag spelen en met zoveel mensen en ja, echt een hele mooie ervaring. Kan niet anders. Wat zeggen jullie dan tegen elkaar na zo'n wedstrijd? Ik bedoel, het is natuurlijk heel teleurstellend. Ja. Je zegt ook, we zijn wel trots. Ja. Is dat ook de hoofdzaak, zeg maar? Ja. Veel hadden wel tranen in de ogen, gewoon omdat je baalt van je verlies en je hoopt natuurlijk dat je hier naar de hoofdklasse kan promoveren. Maar uiteindelijk complimenteerde iedereen elkaar ook meteen na de wedstrijd. Want we hebben gewoon echt een goede wedstrijd neergezet en we hebben een geweldig seizoen gehad. Ja, dus die sfeer overheerst toch. Dat iedereen gewoon blij met elkaar is. En ja, we hebben het goed gedaan. Ja, voor jou persoonlijk, je hebt natuurlijk genoeg meegemaakt in je hele loopbaan. En dan dit. Hoe is dit? Nou, ik vind het persoonlijk afschuwelijk. Ja, nee, dit is de tweede keer dat we play-outs gespeeld hebben. En het kost me een jaar van mijn leven, zo voelt het. Dus, er staat gewoon veel spanning op. En voor mij persoonlijk was het heel erg van, als we in de hoofdklasse blijven, dan had ik eigenlijk wel een soort van besloten dat ik nog één jaartje doorga. En dat kan. Dus dat kunnen we bij deze bevestigen? Ja, dat kun je bij deze bevestigen. Ja. Ja, gelukkig wel. Nog één jaartje? Nog één allerlaatste jaartje. Nu even uitpuffen en vakantie. En weer een biertje drinken. Daar heb ik ook heel veel zin in.